Chapoy, goedenavond. Beste ouders, beste opvoeders, jongens, meisjes. De naam is professor Fetze Als van Ouds. Hoogleraar aan de Universiteit van Harderwijk. Maar ik geef tegenwoordig ook al college in Terschelling. Namelijk in het reddingwezen. Daar gaat het vanavond over. Want een van de belangrijkste uitvindingen in het reddingwezen is de uitvinding van de losse broek. Jawel. Tegenwoordig hebben ze helikopters. Hier reed er zo een. Als de tegenwoordige schip vergaat doordat het op de banken geslagen is, dan komt de helikopter en die haalt de bemanningsleden van het dek af. Maar vroeger voer de reddingboot uit bij nacht en ontij. Bij huishoge golven en bij vliegende storm. En dan cirkelde de reddingboot om het schip heen. Een lijn moest overgebracht worden. Maar de verkleumde bemanningsleden konden de lijn niet bemachtigen. En ze konden hem niet vasthouden. Hij slipte los. Een nieuwe poging moest ondernomen worden. Maar dat werd levensgevaarlijk. Als de reddingboot tegen het schip op zou botsen, zou alles reddeloos verloren zijn. Maar mijn oud-oom, de bekende redder Doris Rijkers, stuurde met vaste hand. En opnieuw werd een poging ondernomen om het lijntje naar het schip heen te schieten. En het lukte. De bemanningsleden wisten de lijn vast te maken aan de afgebroken voormast. En zo konden de schipbreukelingen naar de reddingboot gebracht worden. Maar wat was dat? Eén van de bemanningsleden weigerde om van het schip af te komen. Het was de kapitein die hals over kop uit zijn kajuit was tevoorschijn gekomen. En hij stond er in zijn onderbroek. Hij wilde natuurlijk niet gered worden in zijn onderbroek. Dat vond hij onwaardig verzaamd. Wat te doen? Goede raad was duur. Mijn oud-oom, de bekende redder Doris Rijkers, zijn olias tot over de knieën, trok toen zijn oliebroek uit. En die oliebroek werd aan de lijn vastgemaakt en zo naar het schip overgebracht. Ja, de kapitein, een klein gebouwde Braziliaan, stapte in die oliebroek van mijn bekende oom Doris Rijkers en verdronk er bijna in. Want ja, mijn oom was een fors gebouwde man. Maar wat zagen we? De anders zo gevaarlijke tocht langs de reddinglijn werd dankzij deze uitvinding, de uitvinding van de losse broek, want vanaf die tijd heette dat zo in het reddingwezen, een piece of cake. Want kijk, de schipbreukeling kon zich prachtig vasthouden aan de bretels en de bemanningsleden sjorden hem door de golven heen. Ach, beste jongens en meisjes, ouders en opvoeders, zo werd dankzij een opofferende daad van mijn oud-oom, de bekende redder Doris Rijkers, de losse broek uitgevonden. En daaraan hebben heel veel schipbreukelingen in doodsnood hun leven te danken. Een oprecht goedenavond.